Welkom op de sofa met CK. Vandaag heb ik een heel fijne gast, dat is Filip Huizegems. En we gaan het hebben over zijn nieuwe boek en dat is De vrouw met de houten arm. Filip, welkom. Ja, dag CK. Ja, hoe is het met jou? Het gaat met mij uitstekend, ik hoop voor jou hetzelfde. Ja, nu dat je hier zit, nog beter, hè? Ja, Filip, voor de mensen onder ons, die je zo nog niet kennen... Kan ik me moeilijk voorstellen met je journalistieke carrière, maar toch, stel je eventjes voor. Ja, Filip Huizegems. Ik ben geboren in het jaar 1964. Dat was een goede jaren, hè? Dat was een uitstekend jaar, ja. Ben je nog babyboomer? Of nog net? Ja, ik denk dat onder de babyboomers valt. Ja. En met mijn eigen baby's, of enfin, zijn ondertussen volwassen, zijn er al het huis uit, helaas. Drie stuks. Je hebt drie kinderen. Drie kinderen, ja. En ik ben nog altijd met de moeder van mijn kinderen. Dus, fantastisch. Ja, stabiliteit mag er ook eens zijn. Ja. Er zijn weinig mensen die 40 jaar plus samen blijven. Het begint bijna te lijken op een sportprestatie om dat waar te maken. Dat waren jullie toch uiteraard heel jong toen jullie elkaar leren kennen. Ja, 19, 18. Enfin, mijn vrouw is juist iets jonger dan ik. Fantastisch. Kijk eens aan. Dat is iets om naar op te kijken. Ja. En zeker als je weet dat het tegenwoordig 66 huwelijke stranden. 66% op 100. Op 100. Ja. Dus, goed, dan zitten wij in het juiste segment. You guys are shining example. How to do it. All right, goed. En uiteraard, we kennen jou als journalist. De kwestie is dat het grootste deel van mijn loopbaan heb ik inderdaad in de media gewerkt, de kranten en tijdschriften. Mm-hmm. In het begin, vooral in het buitenlandjournalistiek. En daarna ben ik in wat rustiger vaarwater gekomen. Mijn kinderen vonden het toffer als ik thuis was. Ja, oké. Ja, en toen zei ik, oké, ik zal 10 jaar thuis blijven. Ja, dus je bent... eventjes ook echt moeten reizen? Of voor die buitenlandreportages was vooral buiten Europa ook. Mm-hmm. Maar toen ze mondig werden, zeggen ze, het is leuker thuis als je er ook bent. Ja. Dus de kinderen willen één ding, dat ze mama en papa thuis zijn. En dat ze lief samen zijn. En dan ben ik, zoals ik zei, rustiger vaarwater, cultuur, literatuur, lifestyle, dingen gaan schrijven. Mm-hmm. Maar ik heb daarna ook voor bedrijven gewerkt, hoor. Multinationals en zo, wat niks te maken had met journalistiek. En wat heb je daar gedaan? Bij AB InBev bijvoorbeeld heb ik facility management. Ik was het hulpje van de facility manager. Europese... ook waanzinnig grote site om te... In Leuven was dat. Ja. Bij DHL heb ik ook gewerkt... verloren pakjes opsporen, overal ter wereld, alweer iets internationaal. Ja, voilà. Ja. Dus ik heb heel wat terreinen al afgegraast in mijn bestaan. Ja. En nu CK, nu sta ik voor de klas. Nu sta je voor de klas? Leraars, overal een tekort aan. En zo van sinds iets voor de paasvakantie doe ik een vervanging in het onderwijs. Wauw, fantastisch. En welke vak geef je dan? Geschiedenis. En recht en ook een paar uurtjes filosofie. Ah, ik dacht Nederlands, maar oké, omdat je journalist bent. Geen Nederlands. Wat heb je eigenlijk gestudeerd? Op Pol en Sok. Ja, mm-hmm. In de jaren 80. Dat was als je een beetje je vinger aan de pols van de maatschappij wilde houden, dan deed je Pol en Sok. Politieke en sociale wetenschappen. Was je een goede student? ik heb één keer tweede zit gehad. Ik was misschien geen goede student, maar wel een gewetensvolle student. Kijk eens aan. Het is ook goed gelukt. Dus voilà. En een hele carrière uitgebouwd met schrijven, journalistiek, reizen. En nu uiteraard die journalistieke reflex van wat gaat er om in de maatschappij, ik heb je altijd wel vastgehouden. En vandaar dat boek, ik hou nog altijd knipselmappen bij van alles wat er gebeurt. Ja. Hè? Zowel internationale politiek als muziek, als cultuur, als mode, als maatschappelijke tendensen. Mm-hmm. En ik hield al lang een map bij met... er zijn... twee grote tendensen die ik zo voel rondzingen in de maatschappij. En het eerste daarvan is woke.
Woke. Woke, ja. Ja, okay. Dat is ook de ondertitel van het boek. En woke ja, satire. En woke satire is dat. Wat ja. Mag ik me daarbij voorstellen? Een soort beweging? Of... Een beweging, ja. Ja. Woke, ik zal het ja. Even in een paar woorden uitleggen. Zou ik het beste nog in het Nederlands kunnen vertalen met wakkerte. Mm-hmm. Zo wakker zijn op het onrecht dat overal sluipt in de samenleving. Ja. Mm-hmm. Dat vertaalt zich onder meer in strijden tegen onrecht of voor meer zichtbaarheid van... heel de gender kwestie. Okay. Ja. Man en vrouw, dat is te beperkt in deze tijd. Hè. Er zit een heel gamma tussenin. Ja. En ja, je ziet de vlaggen wapperen overal, de regenboogvlaggen. En ja. Die vragen meer aandacht en minder discriminatie, vind ik top. Hè. Maar ja. Ik kom nog aan het stukje satire. Okay. Een ander aspect is meer diversiteit overal. Zowel op de werkvloer als in de samenleving. Mensen die systematisch achtergesteld worden, moeten ook een plaatsje onder de zon krijgen. Mm-hmm. Ja, vind ik ook prima. Hoe kun je daar tegen zijn? Nog een andere strijd van de wakkerte of van de woke-beweging is antiracisme. Ja, vinden we allemaal heel goed. Maar, en nu komt het stukje satire, ja, sommige eisen schieten helemaal door naar absurde hoogten. Ja. Vooral... Om een sprekend voorbeeld te geven, de eis van woke voor taalzuivering. Ja? Oh, dat bestaat dus ook. Taalzuivering, ja, zeg niet meer blank, maar wit. Oh. Ja? Dus ik vraag me af, wie wordt daar beter van? Of slechter van. Of slechter van, ja. Ja. Of zeg niet meer de scheepsbemanning, maar de scheepsbemensing. Oh, wauw. Ja, want anders lijkt het alsof alleen mannen op een boot kunnen werken. Wauw, dat is nog wel een redelijk... Ja, enzovoort. Mijn gezichten, maar... Ja. En het gaat echt heel ver. Hè. Mm-hmm. Eisen voor een kerkhof waar alleen lesbiennes liggen. Ik verzin niks. Oh, wauw. Je bent wel goed geïnformeerd. Ja, want je zou zeggen, oh, Flip, kun je daar nu een boek over schrijven? Maar ik heb 3 ringmappen met zulke voorbeelden. Oh, wauw. 3. Allemaal knipsels, zeg je? Knipsels, ja. 2 bomvolle ringmappen en een halve vol. En ben je nog aan het verzamelen? Ik hoef gewoon 's morgens gaan te zitten en de informatie stroomt ja. binnen. En hoe verzamel je nu digitale knipsels? Ja, breng je dat nu uit of... Nee. Maar het zijn echte knipsels. Het zijn echte knipsels. Ja, dat vond ik wat leuker, want er staan er ook heel wat in het boek. En je ziet dan de gescheurde randen nog staan. Ja, ik heb ook heel veel podcasts en YouTube-filmpjes, maar die kon ik moeilijk... Enfin, het is nog altijd een papieren boek. Ik heb van heel de massa informatie die ik heb, ook op mijn computer, heb ik alleen in het boek... De gedrukte gebruikt. De echte knipsels. Ja, dat was een stijlmiddeltje, want met die andere kan ik moeilijk tonen, hè, begrijp je? Ja, uiteraard. Ja. En zo komen we een beetje ook aan ons onderwerp vandaag. En dat is jouw boek, De vrouw met de harde arm. En de woke satire, net uitgekomen. Ja. En daarvoor heb je eigenlijk uiteraard die knipsels gebruikt. Ik vond dat zeer interessant, zeer mooi om te zien. En wat me ook vooral opviel, daar is ook... Uiteraard knipsels in Nederlands, maar ook veel in Duits. Ja. Also, spreken ze Duits? Ja, zelfverständlich. Oké. Okay. Ja. En waarom Duits? Wel, voor mij is dat vanzelfsprekend. Ik voel mij een continentale Europeër. Oké. Okay. Ja, ja. Dus, wat is Europeer of Europeaan? Ik vind dus... Europeër wel een woord van eigenmakelij. Dat wel goed in de mond ligt. Ja, okay, ja. Ja. Want... Kijk, van waar ik woon, op een uur ben ik in Duitsland. Mm-hmm. Ja, en op iets langer ben ik in Frankrijk. Heel veel journalisten of andere mensen richten zich op de Angelsaksische wereld. Mm-hmm. Ja, Engeland, Amerika, daar gebeurt het. Terwijl ik denk, ik weet dat niet, ik ben 8 uur onderweg naar New York met een vliegtuig. Ik richt mij meer op de krachtcentrale van Europa en dat is Duitsland. Ja. Vandaar voor mij is het niet zo vreemd dat ik zoveel Duits lees. Ik vind het vreemd dat anderen zoveel Engels gericht zijn. Mm-hmm. Zie je? En, dus ik lees graag Duitse kranten. Ja. Franse kranten ook. Die zijn iets meer theatraal, iets meer theater en veel woorden. Dus daar zijn wat minder knipsels die ik zo kon gebruiken in korte fragmenten. Ja. Maar ja, dat is de reden. Ik lees ook Spaanse kranten, die staan er ook in. Ja, dus je bent eigenlijk geboeid door de taal, maar ook door de informatie die ter beschikking is en een zeer brede waaier. Ja. Ja, voilà. Dus je gaat nu 20 jaar
journalistiek bundelen in een boek. Uh-huh. En dat is ook een satire geworden. Ja, ja. Wil je nog een beetje uitleggen hoe dat boek ontstaan is en wat is het misschien verhaal? Ja, zoals ik je daarnet zei, ik vind dat woke in zijn uitzinnige uitwassen een satire waard is. Ik vind het prachtig gevonden. Hè? Ja, en een satire, super. Dat is een beetje ermee lachen. Een beetje de draak steken met ja. de uitzonderingen, met de uitzinnige uitzonderingen. Ja. Dus dat was mijn plan. Want ik dacht, ik heb nu die map met al die knipsels. Moet ik daar nu een serieus essay over schrijven? Of een artikel? Maar dan loop je vast in nuances links en rechts. En enerzijds en anderzijds. En maar dit, maar dat. Dus dan moest ik te veel, te genuanceerd zijn. Mm-hmm. En ik dacht, als ik nu radicaal ga voor de humor, dan heb ik mijn handen vrij. En dan kan ik doen wat ik wil, bij wijze van spreken. Dan voel ik me in elk geval minder gebonden door de regels van ik moet redelijk zijn. Ja, snap? Ja. Het is ook een fictieverhaal geworden, of een roman. Het baseert eigenlijk op waar gebeurde uitspraken. Want alles wat ze zeggen in het boek is ook ooit gezegd. Ik verzin niks. Ja. Ik verzin niks. Ik ben, hoe ik te werk gegaan ben... ik had dus al die knipseltjes, en ik dacht, wat moet je daar nu mee doen? Geen serieus artikel, of geen essay, of geen boek daarover. En ik ben beginnen puzzelen. Als een puzzel met 1000 stuks, tot ik een verhaal had. Dus ik heb allemaal uitspraken na elkaar gelegd. Ah, nee, toch niet, dat past beter. Bij wijze van spreken op een grote denkbeeldige tafel. En ik heb daarmee geschoven en gespeeld... tot er bij wijze... Het boek schreef zichzelf, CK. Ja, wel. Ja, dat paste bij dat en wonderbaarlijk dat bij dat enzovoort. Ja, je moet ook natuurlijk de volledige overzicht hebben en overview. En iedereen kan dat, kan ik u wel zeggen. Wel, maar je hebt dat wel prachtig gedaan, hoor. Wel, sterker nog, het allereerste dat ik had was de titel. Dit is een heel speciaal titel. Ja, ik had helemaal... Ik zat daar met die mappen, maar ik had nog geen lijn van verhaal. En toen kwam mijn zoon, ze is thuis, het nest uit, maar ik kwam nog eens thuis. En hij vertelde zo langs zijn neus weg, ik heb daar straks nog op een of andere streaming platform een leuke korte horrorfilm gezien. Ik zeg, ja. En de titel was De Vrouw met de Gouden Arm. Ik zeg, Milan, amai, dat ligt lekker in de mond, De Vrouw met de Gouden Arm. Ja, en dat intrigeert ook een beetje. Ja, en er zit genoeg mysterie in, heeft ook een goed ritme, De Vrouw met de Gouden Arm. Ja. En toen viel alles op zijn plaats. Ja, dus dat is mijn titel. Ja, ik dacht, ik heb hier een hele hoop grondstoffen met citaten. En hier heb ik de titel. En ik moet zorgen dat mooi op het einde op zijn pootjes landt bij een vrouw met een gouden arm. Wat dat ook mag zijn. Ja, wat ook mag zijn. En zo had ik mijn kapstok. En daar ben ik mijn verhaal beginnen rondschrijven. Sterk en heel mooi geschreven. Ik hou van mooie en goede... literaire taal. Dat is je helemaal gelukt, mag ik ook zeggen. Jij vertelt je verhaal vanuit het standpunt of hoogpunt van 4 personages. Ja, ja. En ik heb genoteerd dat dat Hans, Storm, Leo Dankers, Michel en Anton zijn. Eigenlijk 5. Ja. Wel, Anton, c'est moi. Dat was wel mijn vraag. Wie zit die van die 5? Of van beetje eigenlijk van iedereen? Wel, ja. Anton is wel 40 kilo zwaarder dan ik. Ja. Uh-huh. Hij kan in feite niet meer eraan uit aan de wereld van vandaag. Enfin, ik heb iets uitvergroot van mezelf. Ja. Van hoe zit dat nu in elkaar met die woke en die samenzweringstheorieën en zo. En hij keert de maatschappij terug toe. Hij trekt zich terug. En tamelijk letterlijk, hij verdwijnt van de aardbodem... Ja, en installeert zich in een ondergrondse bunker. In een bunker nog, ja. Ja, zijn vader heeft die ooit gebouwd in de jaren 80, toen hij bang was dat de Derde Wereldoorlog ging uitbreken. Mm-hmm. Nogmaals, ik verzin niks. Je kon destijds bij Eberhard Tiefbouw in München een bunkerpakket kopen. Oh, wauw. Ja. Mm-hmm. Dus ik verzin niks. En ook het feit van je terug te trekken uit de wereld... Ja, en gewoon geïsoleerd en gewoon met je spelletjes bezig zijn, bestaat in Japan en men noemt dat daar de hikikomori. Dat bestaat dus. Dat is niet een gemeenschap of een... Nee, juist. Je sluit op in je kamer met proviant en je blijft daar een paar maanden en je bent de hele tijd op spelletjes aan het spelen. Ah, het gaat daar over spelletjes. Daar gaat het over spelletjes. Maar het zijn ook jongeren, meestal jongens,
die van de samenleving niks willen weten en zeggen, ik keer het de rug toe. Ja. Dus met die combinatie heb ik een beetje Anton verzonnen. Ja. Ja. Maar de omstandigheden, de lotgevallen, de gebeurtenissen zullen hem uit zijn isolement sleuren, CK. Dat is en uiteraard, op het einde is er een zeer verrassende einde. Dat gaan we nu nog niet vertellen. Daar durf ik niks over verklappen. Ja. Onze lezer moet het maar ontdekken, zou ik zeggen. En dan hebben we Hans. Ja, Hans is zijn beste vriend. Of hij heeft maar één vriend. Hans vindt dat hij de beste vriend is van Anton. Hè? Ja. Ja. En dat is zo'n andere tendens die ik ontwaar in de samenleving. Ja, en ik noem ze nu de complotisten. Okay. Ja, die zien achter alles wat er gebeurt een samenzwering van de machtigen die in de schaduw de kleine man klein willen houden. Ja? Mm-hmm. Een voorbeeldje, want toen ik naar hier kwam heb ik het nog gezien. De strepen die de vliegtuigen in de lucht... zijn chemtrails, zijn dat. Ons wordt verteld dat ijskristallen zijn. Condens van de motoren. Ja, Nee. Dat is een gas dat over ons nederdaalt om ons kalm te houden. Oh, wauw. Ja, dat is een typisch complotistentheorie. Ja, oké. Okay. Ja. En, ja, wij zeggen dan tegen de complotisten, maar dat is helemaal niet, dat is gewoon condens. En dan zeggen zij, zie je wel dat het werkt? Ja. Ja, oké. Okay. En zo zijn er ook een hele race complottheorieën. En Hans is daar helemaal in mee. Ja, ja. Ik zou nu niet durven zeggen wat Hans over corona en vaccinatie zegt. Ik durfde er niet over beginnen, maar het zit in dezelfde sfeer. Global complot. Ja, het zit in dezelfde sfeer. Ja. Hij gelooft ook dat katten die verdwijnen, dat die ontvoerd worden voor hun pels. Ja. En naar Rusland gebracht worden ergens. Want onze katten zijn beter gevoed dan de Russen. Enzovoort. Maar nogmaals, ik verzin niks. Er zijn inderdaad mensen die daar Facebookpagina's over vullen met ontvoerde katten. Ja, er zijn groepen dus. Mensen die hetzelfde denken. Mm-hmm. Ja. En dat aarde plat is misschien ook. Inderdaad. Dat er nooit een maanlanding geweest is. En noem maar op, het is oeverloos en eindeloos. Ja, interessant. Maar ik vind het wel fijn dat je dat samen gebundeld hebt, want de wereld is vol wonderen, zou ik zeggen. Ja. En je kan het toch niet altijd volgen hoe dat mensen denken en dat ze verdiepen. Maar wat je wel ziet, is dat die mensen heel erg opmerkzaam zijn voor alle details en alles. En elke detail nemen ze aan de context meestal. Mm-hmm. Het is weer al een bewijs voor iets. Ja. Ja, precies. Ja, maar goed. En dan hebben we nog volgende personage. Een heel kleurrijke en mooie dame, Michelle. Aha, Michelle, wat een droevig lot. Michelle is beeldschoon, ze is fotomodel, maar... Een lingeriemodel ook, hè? Ja, maar ze doet mee in de verkeerde lingeriecampagne. Een lingeriecampagne die wordt afgebrand als neocoloniaal. Oh, wauw. Neocoloniaal, ja. Hoe dat juist in zijn werk gaat, ook, het is maar een bovenstukje en een slipje, maar toch krijgt die campagne een heel slechte reputatie. En Michelle wordt gecanceld en ze vindt nergens nog werk. Oh, wauw. Ja. Dus ook zij trekt zich noodgedwongen een beetje terug uit de wereld. Tegen haar zin. Ja, ja, Anton is het bewust. Tegen haar zin. Ja. Ook, ja, nog erger. Michelle wordt ook gewaard dat de schoonheidsnormen veranderen. Want tegenwoordig, iedereen is mooi, ja. Everybody is a bikini body. Dus als je jezelf mooi dat vindt... Dat zegt haar stylist, hè? Ja, als je jezelf mooi vindt, ben je ook mooi. Dat is ook oké, okay, ja. Ja. Maar zij ziet natuurlijk haar unique selling proposition verpieteren. Want als iedereen mooi is, hebben ze haar niet meer nodig. Ja. Ze heeft ook niet eens een gesplitste tong of tatoeages of zo. Dus ja, het is wordt haar ook verweten dat ze nog niet eens tatoeage heeft. Ja, dus ze is een beetje achter, ondanks haar jonge leeftijd. Ja. Dat is haar persoonlijke drama. Ja, kijk eens aan. Ja. En zij is samen met Vlaamse Donald Trump, ofwel mooi genoemd, Leo Dankers. Ja. Maar dat is een geheim. Dat is een geheim. Ja. Niemand weet dat. Sommigen weten dat en willen daar een plannetje rond bekokstoven. Mm-hmm. Ja. Want Leo Dankers is een beetje een Trumpiaanse Vlaamse politicus. Het verhaal speelt zich af bij ons, in onze contrijen. Ja. En een radicale vleugel van de wokers plant een aanslag op Leo.
Dat is de enige manier om een fascistische machtsovername in België te voorkomen, is hun redenering. Ja. En dat is de motor achter het verhaal natuurlijk. Hè. Gaat dat lukken? Of hoe gaan ze dat doen? Of wat komen die Anton en die Michelle daarbij doen? Oh, ja. Ja, die gaan ook samen een bijeenkomst. En ja, dat wordt daar gediscuteerd en geruzied. Mm-hmm. Mensen worden buiten gezet van... Er wordt zelfs gesuggereerd dat de wokers Russische trollenadviseurs hebben om de sfeer nog wat op te poken. Maar dat lees je maar tussen de regels. Hè? Ja. Ja. Ah, ja. En we hebben nog eens een personage dat we nog niet over hadden. Storm? Storm. Ja. Ja. Dat is een vrouw, hè, toch? Dat is een vrouw. Ja. Ja. Alhoewel, wat maakt het uit? Zeta? Ja, wat maakt het is niet zo duidelijk. Ja. Maar Storm is een vrouw, ja. Ja. En dat is haar nom de guerre. Hè, want hoe dat ze echt heet, dat vonden ze niet meer relevant. Dus ze noemt zichzelf Storm. Ook omdat ze de hemel wil bestormen. Hè. Ze, ja. ze is een wokser pur sang. En ze wil ook opklimmen in de revolutionaire rangorde. Door mee te werken aan dat complot tegen Leo Dankers. Ja, want zij wil Leo Dankers beschermen. Nee. Ze willen hem... Ja, uitschakelen. Uitschakelen. Ja. Oké, wauw. Ik ga niet vragen of dat lukt, maar nee, dat moeten we wel even lezen in jouw boek. Ja, uiteraard. Ja. En dus die vier personages die eigenlijk weinig met elkaar te maken hebben, die worden toch... Ja, die hun lot vervlecht zich... Op een verrassende manier. Ja, dus ze leren elkaar kennen tegen wil en dank. Ja, ja. Kijk, ik heb het gelezen en ik vond het heel fijn om te lezen. Het is heel veel humor en relativering in jouw boek. En weet je waarom? Zeg eens. Ik vind zowel de woke-beweging als de complotisten zijn humorloos. Daar wordt nooit eens gelachen. Ah, ja. Dus ik vond dat ze wel een injectie van met humor konden gebruiken. Ja. En niet alleen omdat lachen plezant is, maar ook om humor helpt je de dingen te relativeren. Mm-hmm. Ja. 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 En vooral als je met jezelf kunt lachen, is dat is heel gezond. Ja, dat is bijzonder gezond. Moet je alles in de juiste perspectief zetten. Ja. Ja, ja. En ik mis dat in al die discussies over woke en onrecht en complotten en samenzweringen en noem maar op. Ja, ja. Je moet zo eens kunnen zeggen, vandaag is het eventjes geen activisme. Ja, voilà. Heel goed. We hebben net verteld dat je boek is eigenlijk een gebaseerd op waar gebeurde uitspraken, verhalen. Niks. Je hebt niks verzonnen. Maar het is een puzzel geworden. En uiteindelijk, die puzzel kon je op verschillende manieren zetten. Het is eigenlijk oneindeloos, een aantal combinaties dat je hebt kunnen maken. Het is een heel mooi verhaal geworden, spannend verhaal. Zeer, zeer diepzinnig, maar dan denk ik dat je dan met tweede en derde laag tussen die lijnen gaan begrijpen, zien. En, als je die niet vindt, is het niet erg. Dan heb je nog altijd een verhaal. Uiteraard. Als je er nog andere dingetjes uit kunt halen, dat zorgt voor extra leesplezier. Ja, en ik wil toch ook compliment geven met jouw geschreven taal. En ik ga daar ook een voorbeeldje van geven. Aha. Dat echt heel mooi en sterk geschreven is. En dat ga ik nu eventjes op mijn best Nederlands gaan lezen. Mm-hmm. Echt zo'n beetje een nadenkertje. Toen hij de viaduct bereikte, dook een korte uit vier zilveren wagons bestaande trein op, die van oost naar west zoefde. Vermits Leo Dankers rit van zuid naar noord ging, kraasten zijn traject en dat van de trein elkaar in een rechte hoek. En voor de duur van een honderdste seconde bevond zich op deze wijze het lichaam van de man exact onder dat van de vrouw in de binnenste van de trein. Wauw. Ja. Moet je even voor je zien, ja. Ja. Ja, en de vrouw in het binnenste van de trein is Storm. Is dus, Storm. Hè? Ja, ja. Ja, dat is gewoon waanzinnig. Ik vind het zo mooi gedaan. Uh-huh. Ja. Ja, dat diepzinnige is er dan ook voor degene die dat appreciëren. Zien. Appreciëren. Ja. Ja. Appreciëren is denk ik ook het juiste woord. Dus over hoe dat je woorden en letter moet gebruiken, moeten we jou niet meer vertellen. Ja, toch wel. Want ik kan, weet je, zeker
Ik heb het verhaal gebaseerd op allemaal knipsels. Ja. Maar op dezelfde manier is de stijl, een schrijfstijl, ook een samenraapsel. Ik weet, een bezinksel van alle boeken die ik ooit gelezen heb. Ja. Soms lees ik eens een boek opnieuw van jaren geleden en dan zie ik een zin staan en dan denk ik, tja, ik dacht dat ik die bedacht had. Ik heb die eens gebruikt in een stuk, maar die staat hier. Die bestaat er. Okay, ja, 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 ja. Dus ik claim ook geen enkele originaliteit. Ik denk dat dit allemaal... Ja, soms zal ik wel eens iets origineel bedenken, maar misschien, ik bouw verder op alle boeken die ik ooit gelezen heb en die ik gelezen heb en die ik vergeten ben en waar dan toch ergens in een hersenlop een paar dingen van achterblijven. Ja, ja. Ja, en dat doe je uiteraard op een heel, heel mooie manier. Hè? Ja, en ik denk ook dat zo creativiteit werkt, eerlijk gezegd. Dat is ook zo, ja. En ze zeggen ook, mocht je dat nog jezelf ook willen afzonderen, dat werkt ook blijkbaar op je creativiteit. Mm-hmm. Niet alleen spelletjes spelen, ja. In Japan was het. Maar boah, dan heb je al andere prikkels een weg. En zoals jij focus op jouw knipsels, dat ook met afzondering. Hè? Ja, ik zou zeggen, als je zo een boodschap wil geven, dat jij vandaag aan onze kijkers en luisteraars zou geven, wat zou dat zijn? Mijn boodschap zou zijn, de boodschap die op de laatste bladzijde staat, en die kan ik wel verraden hoor, ik ga even een omweg maken. Een ander boek dat ik ooit gelezen heb, heel lang geleden, is Candide. Ik denk 18e eeuw, of zo'n boek van Voltaire. Mm-hmm. En Candide is een rasoptimist en hij maakt avonturen mee in Zuid-Amerika, in Pruisen, in Portugal. En hij is altijd de pineut, maar hij behoudt zijn optimisme. En op het einde, op de laatste bladzijde, vraagt men aan hem, ja, en wat is nu jouw conclusie uit al die avonturen? En hij zegt gewoon, we moeten onze tuin onderhouden. Ja, dus wat gebeurt er op letterlijk de laatste bladzijde? Letterlijk en figuurlijk? Ja, precies. En wat gebeurt er op de laatste bladzijde? Er wordt een beetje bespiegeling. Ach, Anton, zal de wereld ooit een betere plek worden? En wat zegt hij? Hij staat, heeft wel boven zijn bunker een serre. Ja? En hij staat daar in zijn tuintje te schoffelen, de onkruid te wieden. En wat zegt hij? We moeten onze tuin onderhouden. Ja, of iedereen moet zijn tuin. Zijn tuin onderhouden. En wat bedoel ik daarmee? Of hoe begrijp ik dat? Ja. Mind your own business, beetje. Wel, voor je de barricaden opgaat om te vechten tegen onrecht, zorg eerst toch even dat je je eigen leven op orde hebt. Ja. Heb ik weet ik mijn waarden? Ben ik een goede medemens? Ben ik goed geïnformeerd? Ben ik oké met mezelf? Ja. Ja. Zijn er geen... ken ik mijn eigen defaults en gebreken? Ja. Want anders, als je dat niet kent, als er nog onkruid in je tuin staat, en bezoedelt dat misschien of vervuilt dat misschien de motivatie waarmee je dingen doet. Ja. Dus vooraleer je de hemel bestormt of de maatschappij wil hervormen, zorg dat je je eigen geest op orde hebt. Ja. Je eigen tuintje mooi proper hebt. Ja. Ja. En dat vind ik... ik probeer zelf daarnaar te leven. Te leven, ook. Ja, uiteraard. Ja. En ik wens dat ook voor alle anderen. Ja, dus je bent dadelijk in reinen met jezelf? Dat is een dagelijkse opdracht. Maar voor het slapen gaan, denk je even, ben ik in het reinen met mezelf? Heb ik alles nog op orde? Ja. Ik zeg altijd voor mezelf dat voor mij belangrijk is dat ik mezelf altijd in de spiegel kan kijken. Mm-hmm. Met wat ik doe, hoe dat ik het doe, hoe dat ik andere mensen behandel. Dat ik omga met mijn familie, ben met professioneel en aan de rest. En als je die zin of gevoel hebt, oké, ik kan met mezelf leven, is toch wel ook al iets. Hè? Dat is het helemaal. Ja, wel. Ja, ja, dat zijn we twee die gelijk denken, hè, Philippe? Ja, andere beeldspraak. Hè? Bij jou een spiegel, bij mij een tuintje. Maar dat is... Komt op hetzelfde neer, ja. Heel fijne boodschap. En ik denk dat veel mensen tegenwoordig dat misschien ook zouden twee keer over nadenken. Of willen over nadenken. Mm-hmm. Hopelijk. Ja, ja, dan kregen we allemaal een betere wereld, denk ik. Ja, inderdaad. Ja, ik denk niet dat de Donald Trumps van deze wereld dat doen, maar hopelijk zijn ze in minderheid. Ja, Poetins, for that matter. Uh-huh. Ja, voilà. Maar goed, gelukkig zijn er nog fijne mensen die aan zichzelf ook willen werken. En met jouw boek vandaag,
Ik denk dat die boodschap helemaal goed is overgebracht. Ja. Voilà. Nou, laat ons hopen. Laat ons bidden. Hopen, ja. Uiteraard. Ik zou zeggen, ik wil u alvast bedanken voor uw komst vandaag. Nee, bedankt voor de uitnodiging. Ja, ah, voilà, natuurlijk. En ik zou zeggen, het boek is prachtig, goed geschreven. En ik zou zeggen, iedereen, de boek van Philip Huizigems, De vrouw met de gouden arm en voorgezetteren, aanschaffen en in aanraden voor vakantie, zeker. Aha. Zeker, voilà. Ja. Goed zo, dat was het voor vandaag. Dank u wel, Philippe. Nee, dank je. Voilà, voor onze kijkers en luisteraars, vergeet niet onze Boekencafé-pagina te liken en te volgen. En het boek is uiteraard ook te vinden op Boekencafé-pagina. En vandaag neem ik dan afscheid. C.K. Lowbridge en Philippe Huizigems, checking out.